We gaan eens kijken hoe het er nu uitziet. Ja, kijk nog even hoe het eruit ziet. Mooi. Hier kan je eigenlijk duidelijk zien hoe mooi eigenlijk het spectrum is of was. Prachtige kleuren, prachtige tekeningen erop. En heel veel herinneringen natuurlijk hier. Het was het zwembad van Hoofddorp, het Spectrum. 2 jaar geleden sloot het haar deuren vanwege de komst van het nieuwe zwem- en sportcomplex Willem-Alexander. Freek Kroon heeft er als zwemleraar en voorzitter van de zwemvereniging heel wat uurtjes doorgebracht. En dat witte gedeelte, de ingang van de glijbaan, de trap omhoog, de toren. En daar vandaan ging je dan buitenom helemaal naar de uitgang, waar je lekker naar beneden kon plonzen. Nostalgie. De zwemplank. Wat ik mij herinner is dat hier altijd mensen voor het raam stonden te kijken met hun handen voor hun voorhoofd. Om toch wat te kunnen zien van de lessen. In 2017 wordt begonnen met de sloop en maakt het zwembad plaats voor 50 nieuwe woningen. Ja, het is moeilijk om te merken als straks de sloophamer zeg maar, tegen de muren gaat slaan. Maar de beslissing is genomen.